Joop van der Kammen, het is weer vakantieweek in de omgeving van Zijtaart. De kinderen gaan volgende week allemaal weer naar school, maar eerst nog een weekje feesten. Ja, ze zijn inderdaad hier in 3 dagen volop aan de gang geweest. We zitten nu met de laatste dag donderdags. Dit is onze zeskampdag en crea-dag. Maar zoals u achter mij ziet, hebben ze dinsdag heel best gedaan om de mais van de boeren op te maken. En ze hebben 20 hutjes mogen bouwen, waarvan ze zelf alles hebben mogen inrichten. En hoeveel kinderen doen er dit jaar mee? We hebben dit jaar 154 kinderen die deelnemen. We zijn dinsdag begonnen met de hutjes te bouwen. We hadden alleen een geraamte staan met wat karton en palen. En de rest hebben ze zelf mogen verzinnen met de materiaal die wij aangaven. Ze hebben dinsdag nog krokodillen van schoendozen mogen maken, wat kleine creatiefjes, bandana's hebben ze gemaakt. En ze hebben dinsdag spelletjes gedaan in het thema van de expeditie. Ja, en dan vandaag is dan de afsluiting. Hè? Wat gaat er vandaag nog gebeuren, de zeskamp? En hoe wordt het afgesloten? Nou, ze zijn nu volop bezig met de zeskamp. Is de bovenbouw bezig, de onderbouw is met creatief bezig. We hebben nog een workshop, djembe is erbij. Dadelijk om 4 uur dan worden alle kinderen en begeleiders opgehaald door mensen uit Zijtaart. En dan gaan ze in groepjes bij die mensen eten. Dan komen ze om 6 uur, 6:30 komen ze weer terug. En dan gaat er het einde beginnen. En dan we hebben hier medicijnvrouw Jasperina. Die twee westerse mensen op bezoek heeft gekregen. En die moeten weer terug naar de bewoonde wereld. En dat gaat dan ook gebeuren, hopen we. Het thema van de kindervakantie werkdagen eerder was dit jaar op de boerderij. De zeepkistenrace is ieder jaar een groot succes en trekt veel bekijks. Geheel toepasselijk is deze dit jaar benoemd tot de Zwarte Cross van Deert. Langzaam rijden, dat deden ze nooit. Daar vonden ze toch maar diep verknoot. Met de zin op de tieners op de BSA. Naar de motocross op het Engelse zand. Doende in de vrouw Luisdorfer aan de kant. Met de zop zien op de en tieners op de BSA. Heel netjes overnemen is van. Ze hadden allerbestend geen gehad. Ze waren allebei een heel klein beetje zat. Een bed is op zijn auto en tien is op de BSA. Aan het gehoor houden ze nog
Kom maar mee. Maar zoals altijd kwam aan dat gejakker een eind. Deuren zat de keel die de snelheid van de motor niet kent. Bettes reed erop en Tienes kwam de vlak achteraan. Iedereen die zei van die leugen er nooit meer wat van. Ze gingen nooit, nee, nee, nooit, nooit meer oerend hard. Ze gingen nooit, nee, nee, nooit, nooit meer oerend hard. Maar wie gaat doen? Oeh, oeh, oeh.